Hallo iedereen, ik heb mijn spullen een beetje bij elkaar genomen. Wij vertrekken deze woensdagnacht op vakantie naar Kos en ik wou jullie even laten zien wat ik zoal meeneem. Ik ga niet te veel uitweiden over mijn kleding en mijn juweeltjes en dergelijke, omdat ik zal proberen op reis wel enkele outfit shoots en outfitfoto's te maken. Daar heb ik een paar chicere kleedjes voor 's avonds. En in mijn valies opgeplooid zitten de meeste dingen. Leuke zomerdingen voor overdag. Mijn bikini zie ik liggen. Een leuk vestje voor op strand. Maar ik ga nu iets meer vertellen wat er allemaal in mijn handbagage zit. In mijn toilettas en in mijn make-up tasje. Kijken jullie mee? Ik vertel jullie eerst en vooral wat er allemaal in mijn toilettas zit. Heel erg belangrijk voor mij is mijn conditioner. Dit is een conditioner die je op droog haar gebruikt om hem heel goed doorkambaar te maken. Ik neem ook mijn reinigingsgel van Sotis mee. Ik moet een keuze maken, ik kan niet al mijn producten meenemen, dus ik zal 's morgens en 's avonds met dezelfde gel reinigen. Mijn lotion die heb ik in een kleine reisverpakking gestoken, zodat ik ook niet mijn hele fles moet meenemen. Ik heb ook gedurende het jaar veel reisverpakkingen gespaard. Zo heb ik deze Head & Shoulders shampoo. Een kleine verpakking van 75 ml. Dit zal zeker genoeg zijn voor mij en mijn vriend. Natuurlijk moet er ook mee mijn deodorant. Dan gebruik ik deze Dove. Ik hou ook steeds een doosje bij van wattenstaafjes. En daar doe ik dan mijn watjes in voor mij te ontschminken. Of voor nagellak of zo te verwijderen van mijn tenen. En oorstokjes. Oorstokjes heb ik toch wel elke dag nodig. Om mijn make-up helemaal mee te optimaliseren. Ik zorg ook niet alleen voor reisverpakkingen. Maar ik zorg ook voor verpakkingen die bijna op zijn. En zo hoop ik dat ik de producten kan opgebruiken. En mijn doosjes hier kan achterlaten. En dan heb ik toch al wel minder bij voor de terugreis. Dit zijn oogontschminkingsdoekjes die reeds gedrenkt zijn in een olie. Overlaatst heb ik in de parfumerie deze reisverpakking gekregen van een dagcrème. Deze is de Estée Lauder Daywear Advanced Multi Protection Antioxidant Cream en die heeft een SPF factor van 15. Deze zal ik dus heel de reis gebruiken en daar zal ik zeker mee toekomen. Verder, in plaats van reisverpakkingen, verzamel ik ook altijd staaltjes. Zo heb ik een heleboel staaltjes die ik meeneem. Eén peeling, omdat ik maar op reis op één week één keer moet peelen. Ik heb een aantal zonnecrème bij. En dan heb ik een hele reeks testertjes van foundation. Ik vind het heel leuk om elke dag een andere foundation te testen. Dan leer ik deze merken ook kennen. En zo kan ik de staaltjes ook eens opgebruiken natuurlijk. Verder heb ik nog een staaltje gekregen van de Chanel mascara Inimitable Intense. Dus deze is ook super voor op reis mee te nemen. Ik heb nog twee zonnecrèmes, een factor 20 van Clarins en een factor 50 van Vichy. Die kleine zonnecrèmes of die staaltjes die zijn heel erg gemakkelijk om in je handtasje te steken wanneer je een daguitstapje gaat doen ofzo. En dan heb ik van Clinique nog één crème All About Eyes en dit is een oogcrème. Ook zeker voldoende voor op reis. Verder zit er in mijn toiletzak natuurlijk nog tandpasta. Daar heb ik ook kleine verpakkingen van. Onze tandenborstels. En dan heb ik ook altijd een plastic zakje met een mini reisapotheek. Wat ik toch wel belangrijk vind om mee te nemen, is iets van pijnstillers en dan iets voor je maag of voor je darmen. Dus ik heb Motilium en Imodium bij. En dan ook nog iets voor reisziekten. Heel erg belangrijk voor mij is mijn make-up tasje. Ik ga jullie laten zien, heel erg kort, welke make-up ik meeneem op reis, wat ik zeer belangrijk vind. Ik ga er niet te lang bij stilstaan, omdat dit geen make-up video is natuurlijk. Ik heb een aantal make-up borstels bij. Ik neem ze zeker niet allemaal mee, dit zijn ze. Mijn beauty blender neem ik mee, maar deze is die van Real Techniques. Ik neem twee oogschaduwpenseeltjes mee. Ik neem mijn poederkwast mee, heel belangrijk voor doorschijnend poeder aan te brengen. Ik neem mijn twee penseeltjes mee voor mijn wenkbrauwen. Een blenderkwast voor mijn oogschaduw. En dan zorg ik ervoor dat ik maar één borstel meeneem voor zowel mijn blush als mijn highlighter. Ik kan niet alle borstels meenemen. Dit is volgens mij voldoende. Dan neem ik de basis mee, Wonder Blur van de Body Shop. Omdat het op reis toch wel erg warm kan zijn, heb je toch wel een goede basis nodig zodat je fondetijn heel blij blijft.
Ik neem één fondetij mee. Dit is de meest dekkende fondetij van Estée Lauder. Eventueel voor 's avonds. Overdag denk ik dat ik het enkel ga doen met mijn staaltjes van fondetij. Ik neem mijn los poeder mee, omdat ik dat toch wel nodig vind tegen het blinken in de warmte. Ik ga maar één paletje oogschaduw meenemen. En dat is deze van Urban Decay. Die hebben jullie al gezien van mij. Ik vind dat dit echt een super tof reispaletje is. Je kan een heel zachte oogschaduw aandoen, een heel zachte look met de lichtste kleuren. Maar je kan ook voor een heel felle of een heel donkere look gaan, want er zitten een paar felle kleuren in. En er zit ook zwart in voor de smoky eyes look voor 's avonds. Ik heb besloten dat ik twee lipsticks meeneem, niet meer. Ik neem deze van Dior mee. Het is een heel leuke, fijne oranje-roze lipstick en hij noemt Mazette. En dan neem ik een hele nude mee, want momenteel ben ik wel voor de look met de zwarte smoky eye en een nude lip. Deze is van Sotheby's, de 210. Dan neem ik mijn Anastasia Deep Brow mee voor mijn wenkbrauwen. Ik heb één potje bij een oogschaduwbasis, een heel zachte roze kleur, maar met een oogschaduwbasis blijft je oogschaduw veel beter zitten en is die veel feller van kleur. Ik neem ook nog een lipglossje mee voor overdag. Dit is echt een heel doorschijnende van Victoria's Secret, een zacht roze. Ik neem natuurlijk een concealer mee voor mijn walletjes op te lichten. Mijn eyeliner, heel erg belangrijk voor mij. Overdag vind ik dit niet nodig, maar voor een gewaagdere avondlook te maken is een eyeliner echt wel noodzakelijk. En ik neem twee mascara's mee. Heel erg belangrijk, ik neem een waterproof mascara mee. Deze is voornamelijk voor overdag. En dan neem ik mijn mascara mee van Givenchy, omdat ik deze eigenlijk te weinig aandoe. Ik heb deze gekocht in het begin van de zomer. En dit is een felblauwe mascara. Dit is een felblauwe mascara. Ik weet niet of jullie het heel goed zien, maar het heeft zo'n mooie kleur. Dus ik dacht zeker op reis met het allerlaatste zonnetje. En mijn zakje is leeg. Dus dit zijn de make-up producten die ik meeneem. Verder neem ik nog een klein zakje mee waar een aantal juweeltjes in zitten. Kettingetjes, oorbelletjes, armbanden, mijn haarrekkertjes en dergelijke. Maar mijn juweeltjes zullen jullie zien met de foto's van mijn outfits die ik ga maken op vakantie. Dan neem ik nog één grote tas mee. Dit wordt mijn strandtas. Maar ik neem ze ook ineens mee als handbagage, zodat ik niet te veel spullen in mijn valies moet steken. Ik neem daarin mee mijn drie boeken. Deze Brazilian sexy ben ik mijn vorige vakantie al begonnen. Ik lees heel graag op reis aan een zwembad, heel ontspannend. Maar thuis kom ik er niet toe om te lezen. Dus deze is nog maar halverwege. Dus die ga ik verder uitlezen. Dan heb ik een nieuw boek gekocht van Anna Nushin, On Top. Ja, het is een Nederlandse blogster en zij heeft een boek geschreven over haar weg naar de top en hoe zij een bekende blogster is geworden. Dus ik hoop dat ik hier dingen van kan bijleren en ik hoop dat het een heel leuk boek is. Het is ook geen groot boek, dus erg gemakkelijk om mee te nemen op vakantie. En dan heb ik ook de Engelse Elle gekocht voor op reis. Een tijdschrift is altijd heel ontspannend en leuk om aan het zwembad te lezen. Dit is ook een kleine afmeting. Ik neem niet graag de grote tijdschriften mee, maar het is wel een erg dik tijdschrift. Dus met deze boeken heb ik zeker voldoende om mij mee bezig te houden aan het zwembad. In mijn handbagage neem ik ook voor alle zekerheid al één bikini mee. Je weet nooit, als je valies niet direct aankomt of verloren gaat, dan heb je toch al iets. Ik neem zakdoekjes mee, heel belangrijk, ook voor de toiletten die je tegenkomt. En ik steek er een kleiner handtasje in dat ik dan ook voor 's avonds kan gebruiken in het hotel. Hier zit bijvoorbeeld al ineens een tube zonnecrème 50 in, zodat ik iets van zonnecrème heb als we landen. Mijn oortjes voor de tablet, mijn vriend neemt zijn tablet mee, zodat we in het vliegtuig filmpjes en dergelijke kunnen zien. Heel erg belangrijk wat er nog in mijn handbagage komt, dat is mijn camera. Maar die kan ik natuurlijk nog niet laten zien, want die moet erin. Die steek ik absoluut niet in mijn valies. Die moet mee met de handbagage. Zo, verder is het misschien nog belangrijk om te weten dat ik zeker mijn stijltang meeneem. Daar ligt ze, tussen mijn kleding. Een haardroger is niet nodig, want in elk hotel hebben ze wel een haardroger op de kamer. Maar een stijltang voor mijn haar, zeker wanneer het warmer is, krult het heel erg en vind ik toch wel belangrijk. En Billy komt heel even kijken. Dag Billy!
Zo, ik hoop dat jullie het leuk vonden om even mee te kijken in mijn koffer wat ik allemaal meeneem, waarom ik het meeneem en ik hoop dat ik het allemaal ga gebruiken. Ik hoop dat ik niet te veel meeneem. Ik probeer voor mezelf altijd iets toe te passen. Ik neem een vrij kleine koffer mee, zoals je ziet. Het is echt geen grote koffer. Omdat ik weet, als ik een grote koffer meeneem, steek ik die altijd vol. Ze weegt te veel en er zijn echt enorm veel dingen die ik niet aandoe. Dus te veel hoeft absoluut niet. Ik hoop dat ik jullie zie in mijn volgende video. Tot later. Dag. Ik wil jullie ook nog even melden dat ik net een heel erg grote winactie doe. Ik heb een aantal producten verzameld. Ik heb ze in een doos gestoken. Ik heb er foto's van getrokken. En ik heb deze winactie voornamelijk op mijn blog en op mijn Facebookpagina geplaatst. Ga even een kijkje nemen op mijn blog. Ik zal de link hier onderaan vermelden en ook in de description box. En dan maken jullie kans. Het is een pakketje met allemaal beauty en make-up producten ter waarde van €260. Dus als jullie mee willen doen en kans willen maken, ga dan even snel kijken op mijn blogpost.